deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over mijn favoriete make-up van de laatste periode. Ik denk dat ik in de titel ga zetten van maart, maar ja, het is niet alleen make-up van maart, maar ja, de afgelopen maanden. Ik heb al lang niet zo'n video gemaakt. De laatste video die ik hierover had gemaakt was dat ik het had over mijn favoriete make-up van het jaar 2018. Dus over die make-up ga ik het niet weer hebben, maar ik heb sinds die tijd in de afgelopen 3 maanden een heleboel andere make-upjes ontdekt die ik echt super fijn vind en die ik gewoon echt met jullie wil delen. Het zijn dure make-up, maar ook hele betaalbare make-upjes. Het is gewoon een beetje van alles door elkaar heen. En dit zijn gewoon de producten waarvan ik merk dat ik ze gewoon keer op keer weer pak. Dus ja, ik wil die graag met jullie delen, zodat je weet wat je moet kopen met je geld. Mocht je nou benieuwd zijn naar deze make-up look, ik heb die gemaakt in mijn vorige video, waarin ik allemaal betaalbare make-up heb getest. Dus bekijk vooral die video nadat je deze video hebt gekeken. En ja, vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. En dan gaan we gewoon snel beginnen met al mijn favo make-up. Ik ga eerst beginnen met een hele betaalbare gezichtsprimer die ik echt heel fijn vind. En hij is ook super snel. En dat is de Barry M Flawless Hydro Fix Primer Water. Alle mensen die haast hebben in de ochtend, die zich snel willen opmaken, die geen zin hebben om zich een uur op te maken, die gewoon binnen 5 minuten klaar willen zijn, maar toch wel een primer willen onder de foundation. Mensen, deze primer is super makkelijk, super snel. Je spreekt het gewoon zo op je gezicht en je bent klaar. Hij maakt je gezicht een klein beetje plakkerig. Je hoeft ook niet lang te wachten. Je kunt gewoon eigenlijk gewoon meteen je foundation aanbrengen. Hij zorgt ervoor dat je foundation lang blijft zitten. En het beste, hij is goedkoop. Barry M is een nieuw betaalbaar merk bij Boosie Shop. Echt mensen, super fijn, super snel. En hij is heel refreshing. Dus op de warme dagen, want de zomer komt eraan, is het ook fijn om iets cools op je gezicht te kunnen sprayen. Mensen, ik vind deze echt super, super fijn. Qua foundation heb ik er ook 2 die ik wil laten zien. Dit zijn de 2 foundations die ik heel vaak opdoen. Vooral op de dagen als ik maar opmaak en ik geen video maak, pak ik toch altijd 1 van deze 2 foundations. Voor mijn alledaagse make-up looks neig ik vaak naar de Benefit Hello Happy Foundation in de kleur 4. Als ik iets donkerder ben, pak ik kleur 5. Maar normaal is gewoon kleur 4 wel mijn kleur. Het is een lichte dekking en dat vind ik gewoon super fijn. Ik heb al een best egale huid. Dus ja, in mijn dagelijks leven hoef ik niet echt een hele plamuur op mijn gezicht te hebben. Want ik heb niet veel te bedekken ofzo. Dit geeft gewoon net dat beetje egale tintje wat ik wil door de dag heen. Hij is ook super fijn. Hij gaat niet van mijn gezicht af. Hij blijft lang zitten. Hij is ook hydraterend. Vooral voor een droge huid als ik, vind ik dat altijd heel fijn. Hij is een beetje aan de dure kant. Hij is 30 euro. Maar hij is, ja, gewoon echt waard. Ik vind hem echt super, super fijn. Echt. Op de dagen dat ik iets meer dekking wil, pak ik de YSL All Hours Foundation. Ik heb hem in de kleur BD40. Dit is echt de meest exacte match qua kleur van mijn huidskleur op dit moment die er gewoon bestaat. Van al mijn foundations matcht deze het perfectste. En ik vind hem echt super fijn. Hij geeft een medium tot volledige dekking. Hij is niet super dik. Het is geen vieze plamuur op je gezicht. Hij ziet er nog heel natuurlijk uit. Maar hij bedekt wel al je oneffenheden en alles. En het beste, hij blijft echt heel lang zitten. Hij blijft echt, hij gaat echt, hij is gewoon, mensen, deze is echt top gewoon. Hij is echt je geld waard. Ik vind hem echt super mooi. Qua concealer is er eentje die ik heel graag wil laten zien. En dat is de HEMA B Concealer. Vooral voor mijn alledaagse make-up looks. Deze is ook al bijna op, terwijl ik hem nog niet eens lang heb. Ik heb hem in de kleur, volgens mij, Natural. Even kijken. Ja, in de kleur 02 Natural. Super fijne concealer. Het is cruelty free. Het is vegan. Te koop bij de HEMA. Ja, echt. Echt. Deze is voor de alledaagse meid. Gewoon als je naar school gaat en gewoon een beetje concealer op wilt. Super erg fijn. En hij crease niet en zo. Dat vind ik heel fijn eraan. Qua poeder. Ik gebruik altijd losse poeder. Ik gebruik die vooral om mee te baken op de plekken waar ik concealer heb gedaan. En dan ga ik er ook nog een beetje mee over mijn hele gezicht. Een poeder die ik echt al gebruik sinds ik hem heb is de Huda Beauty Loose Baking Powder. Ik heb hem in de kleur Pound Cake. Dit is de beste losse poeder die ik heb op het moment. Ik heb ook die van Fenty, maar ik vind deze van Huda Beauty beter dan die van Fenty.
Fenty. Dus mocht je daar nog over twijfelen of zo, dan zou ik gaan voor deze. Want ze zijn allebei duur. Dus ja, om ze allebei te halen is een beetje too much. Maar ik vind deze beter. Hij geeft echt dekking. Dat vind ik heel erg mooi. Hij geeft hele mooie dekking. Hij maakt je gezicht echt flawless. Hij maakt het mooi mat. Echt, als ik deze poeder op mijn foundation aanbreng, krijg ik ook van die complimentjes van, oh, wat zit je foundation mooi. Terwijl het eigenlijk ligt aan deze poeder. Die maakt het zo mooi egaal en smooth. Huda Beauty is te koop bij spukcosmetics.com volgens mij. Het staat ook in de beschrijving onder deze video. Ik heb ook een code, Sarah, en dan heb je 10% korting op die hele website. Dat is wel fijn, want deze make-up merken zijn heel erg duur. Maar deze is echt, echt wowie gewoon. Qua oogschaduw is er eentje die ik jullie wil aanraden. En dat is de Urban Decay Born to Run palet. Dit is echt een heel fijn paletje voor zoveel make-up looks. Hij is 50 euro. Een beetje aan de dure kant. Maar wat ik fijn vind aan het paletje is dat er heel veel oogschaduwpaletjes zijn die heel duur zijn, maar niet praktisch. Dit is een heel praktisch paletje. Dus voor de gemiddelde make-up liefhebber die niet allemaal video's maakt en gekke looks als mij, is dit echt een ideaal paletje omdat hij gewoon heel gebruiksvriendelijk is. Hij is heel praktisch, hij is fijn, de kleuren zijn heel mooi, je kunt heel veel looks mee maken. Je kunt er hele heftige looks mee maken, maar ook heel veel alledaagse looks. Dus ook voor de meiden die gewoon op zoek zijn naar één goed paletje, ik raad echt deze aan. Hij is ook heel mooi gepigmenteerd. Hij is te koop bij Easy Paris, ook fijn om te weten. Hij is gewoon echt, ik vind het echt een heel fijn en vooral praktisch paletje. Qua mascara's heb ik er 4 die ik wil laten zien. Ik begin eerst met de HEMA B Collectie Skinny Mascara. Deze is super super fijn voor de onderste wimpers. Geeft heel veel volume. Het is een beetje aan de klonterige kant, maar nog wel mooi. Maar als je niet van hele volle wimpers houdt en een beetje klonterig, zou ik deze niet halen. Maar als je daar wel van houdt voor de onderste wimpers, ideaal. Ik heb hier ook de Catrice Glam & Doll Boost Mascara. Vind ik ook echt een hele fijne mascara. Geeft volume, maar niet klonterig. Dus dat vind ik heel fijn eraan. En er staat op dat hij ervoor zorgt dat je wimpers ook groeien. Ik weet niet of dat is. Het is me niet per se opgevallen of zo. Maar ja, het claimt wel dat hij dat doet. Dan heb ik hier de ColourPop Volumizing Mascara in de blauwe kleur. Ik heb hem in de kleur Blue Yamine. ColourPop heeft heel veel van deze gekleurde mascara's. En hij is echt super, super blauw. Van gekleurde mascara's wil ik ook echt dat ze veel kleur afgeven. Ik heb hem gebruikt in een look waarin ik hier zo onder blauw had. En hij maakt je wimpers echt super blauw. En dat vind ik echt heel mooi eraan. En hij is heel betaalbaar. En als laatste de Essence You Better Work mascara. Geweldig. Hij is ook waterproof. Hij maakt je wimpers mooi gekruld. Mooi volume. Dit is de beste mascara die ik hier heb liggen. Ik gebruik deze echt het vaakste. Het meeste van al mijn mascara's. Ik vind hem super fijn en hij is super goedkoop. Qua oogschaduw primer heb ik er eentje die echt heel verrassend is. Hij is super goedkoop. Ik had het niet verwacht, maar ik vind hem super goed. En dat is de Elf oogschaduw primer van Elf Cosmetics. Deze is sinds kort te koop bij de Douglas. Dit hele merk. Het is een heel betaalbaar merk. En deze oogschaduw primer is volgens mij iets van 3 euro of 2 euro of zo. Ik denk 3 euro. En hij is super fijn. Hij brengt makkelijk aan. Hij droogt snel op. Hij kleurcorrigeert. Dus hij maakt een mooie egale basis op je ogen. Waardoor je oogschaduw er meer uitspringt. Ik vind hem echt super erg fijn. Qua eyeliner heb ik er ook 3 die ik wil laten zien. Of ja, 2 eigenlijk. Ik vind deze super fijn. De Benefit Roller Eyeliner in de bruine en de zwarte kleur. Span eyeliners zijn altijd super fijn. Ze zijn altijd heel makkelijk in gebruik. En dat is deze ook. Deze twee kleuren zijn super mooi. Ook de bruine kleur is echt heel bruin. Daar ben ik ook heel blij mee. Het is niet zo'n vage, lichte bruine kleur. Het is gewoon echt bruin. En de zwarte is ook echt zwart. Ze geven veel pigmentatie. Ik heb ze al best wel lang en ze drogen niet uit. Dus ik vind deze echt heel erg fijn. Het kost je wel wat, maar ze zijn heel erg fijn. Die ik ook heel fijn vind is de Essence, de Cushion Eyeliner. Deze heb ik ook al heel lang. Ook deze is nog steeds niet uitgedroogd. Hij is ook echt super zwart. Wat wel iets minder is, of ja, niet per se heel slecht, maar wat je wel zou moeten weten, is dat deze eyeliner op je oog heel snel droogt. Dus je moet echt per stapje werken, echt stap voor stap een beetje aanbrengen en dan weer terug erin en dan weer een beetje aanbrengen. Op zich lukt het wel, hij is super zwart, hij brengt fijn aan. Ik vind hem echt heel erg fijn. Qua blush heb ik ook een hele mooie die ik ook heel vaak gebruik. En dat is de BH Cosmetics Floral Blush in de kleur Caribbean
Coral. Je hebt volgens mij nog 4 andere kleuren. Ik heb hem van beautybay.com. Dit is een super gepigmenteerde blush. Hij is echt heel mooi. Hij geeft echt de meest mooie roze kleur op je wangen. Het is gewoon bijna alsof het gewoon van nature roze is of zo. Deze is echt wowie. Hij is mat, dus geen glans. Hij is wel een beetje aan de heftige kant, want het is wel veel pigmentatie, maar op een goede, mooie manier. Ik vind hem echt super mooi en hij is goedkoop. Hij is rond de 4-5 euro. Qua highlighter, ik heb hem nu ook op. Dit is vandaag de eerste keer dat ik hem heb gebruikt, maar ik vind hem zo goed dat ik hem gewoon gelijk wil laten zien. En dat is de Physicians Formula Butter Highlighter in de kleur Champagne. Ook deze is te koop bij Boozy Shop. Oh my god, super mooi. Je hebt hem in 3 kleuren. Oh my god, kijk hoe mooi. Oh my god. Je hebt hem dus in 3 kleuren. Dit is de medium kleur. Je hebt een lichtere, die is meer witachtig. En je hebt een donkerdere, die is meer bruinig. Echt wowie, gewoon super boterachtig. Super heftige glow. Ja, mensen, wat moet ik nog zeggen? Je kunt het zien. Echt een van de mooiste highlighters die ik hier heb liggen in mijn la. Qua lipglossjes heb ik er ook 2. Ook eentje die ik vandaag voor de eerste keer heb gebruikt. Ik heb hem nou niet meer op, maar hij is echt super mooi. En dat is de Essence Plumping Nudes Lipgloss. Je hebt hem in meerdere kleuren. Hele fijne gloss. Hij is ook een beetje minty. Zo voelt hij aan. Het voelt een beetje alsof je iets van mint hebt gegeten of zo. Hij is echt super mooi. De kleur is ook heel mooi. Essence, you are killing it. En een MAC Lip Gloss. En dan in de kleur See Through. Dat is dus deze kleur. Dit is de mini versie. Maar zodra deze op is... koop ik de grote. Dit is echt de meest mooie nude kleur ever. Het is ook echt een nude. Vaak is nude niet echt nude. Vaak is het een beetje meer richting roze. Maar dit is echt een nude beige kleur. Echt geweldig voor als je nude lippen wilt. Voor alle mensen die houden van nude lippen en van lipglossjes, haal deze kleur van MAC. Hij is het echt waard. En dan als laatste een setting spray die ik de laatste tijd heel vaak gebruik. En dat is de Catrice Prime & Fine Matte Setting Spray. Echt heel fijn. Hij maakt je gezicht heel mat, maar niet too much. Hij laat je make-up er mooi lang op zitten. Hij spreekt ook gewoon fijn over je hele gezicht. Het is niet zo'n vlekkerige spray waardoor je van die vlekken krijgt op je gezicht. Het is gewoon een hele fijne mist. Het is ook een anti-shine en dat is ook echt. Hij maakt je gezicht echt iets matter. En hij is betaalbaar, dus ik raad deze zeker aan. Nou, deze waren dan alle make-upjes van de laatste tijd die ik echt geweldig vind. Ik raad het allemaal zeker aan. Ren naar de winkel en haal al deze producten. Jullie gaan er echt zeker blij mee zijn. Al verschilt het natuurlijk wel per persoon welke huidtype je hebt. Of het gaat werken voor jou. Maar ik ben best wel zelfverzekerd over dat de meeste van jullie deze producten heel fijn gaan vinden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Abonneren kan hierdoor op mijn gezicht klikken. Ik plaats ook 2 video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!